leuk dat je er weer bent bij een nieuwe video van mij. En ik heb best wel leuk nieuws. Ik heb de 50 abonnees gehaald. Dus ik ga kijken voor een kleine leuke winactie. Dus moet ik even naar kijken. En ik ga het jullie laten weten in een filmpje. Dus ik ga het in ieder geval even nu een aantal filmpjes opnemen. Dat zijn er 1, 2, 3. Dus dan is dat ook weer gedaan. En laat ik als eerste beginnen gewoon de favoriete verzorging die ik, nou ja, de verzorging die ik op dit moment nu gebruik. En die ik graag gebruik, zeg maar. Ik heb voor sommige heb ik geen extra backups, daar heb ik iets anders voor gevonden. Dus ja, maar ja, ik zal dat dan vertellen. Ik ga beginnen met de favoriete verzorging. En laat ik als eerste beginnen deze cleansing micellair water in alle huidtypen Camille en provitamine B5. Verwijdert make-up en reinigt de huid. Dat is deze. Nou, zoals je ziet heb ik er behoorlijk wat van gebruikt. Het is bijna op, maar ik heb een andere gevonden. Die van PS van de, even denken hoor, Primark. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe die is. En daar heb ik de body lotion, ik zal hem even rechtop zetten, van Dove Summer Glow Voedend Lotion La Temoristat. Mijn Frans of wat dan ook is niet echt jovel. Ik heb alleen maar Engels gehad in mijn vak. Dus deze. Zit een klein beetje zelfbruin erin. Ik geef hem ja, een lichte bruin. Ik heb hem nu ook ingesmeerd. Dus ja. Die. En heb ik de PS Love Your Skin. Gentle's Cleansing Foaming Wash. Deze. Daar heb ik alweer een andere voor in de plaats. Ook van de Primark. Dus die zullen jullie wel binnenkort zien. Want deze is ook bijna op. En daar heb ik de Scrub Exfoliant. De T3. Huidverzuiverend. Pirifant. Ik kan het niet lezen, sorry. Mijn ding is gewoon van de kruidvat. Is al een hele grove korrel. Kijk. Die. En die is wel heel erg fijn, moet ik zeggen. Dat doe ik dan ook even eerst goed met mijn handen. En daarna even goed met een borsteltje. Ik heb zo'n sommigen hebben zo'n elektrische. Ik heb gewoon zo'n handborsteltje. Die vind ik veel fijner. En ook een stuk goedkoper. En ja. Die is favoriet momenteel. En de Dove Invisible Dry. Deze. Dit is een roller. Rollers zijn fijner als spuitbussen. Want rollers, ja, hier ga ik niet zo erg van zweten en blijf ik gewoon droog. En van de spuitbussen niet. Die zijn binnen de kortste keren dan leeg. Dan moet ik om de 5 minuten gaan sprayen, zeg maar. Nou. En dan heb ik hier de dagcreme van Yves Rocher. Dat is die. Nou, zoals je ziet heb ik er behoorlijk wat van gebruikt. Zo bijna op. Hier zit ook glycerine in, moet ik zeggen. Het is best wel heel erg fijn. Soms kan ik gewoon mijn dagcreme op doen en dan gewoon ja, een BB cream of een foundation eroverheen. Het blijft ook de hele dag zitten, want het plakt ook een beetje net als de Nivea Balm voor de mannen. En daar heb ik ook de nachtcreme van. Dat zijn momenteel mijn verzorgende favorieten. En ik neem even een slok koffie. Zo, want ik had een droge keel. En
En ja, doe in ieder geval een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal. Dat zal ik onwijs leuk vinden. Dus dan gaan we op naar de volgende 50 abonnees. En ja, ik zal zeggen, alvast dankjewel. En jullie zien er vast wel een video van. Bye bye!